Mijn naam is Moussaïd Altin en ik ben de stadsdeelcontrole van Stadsdeel Zuid. Tijdens mijn studie heb ik bij Schiphol gewerkt en kort daarna ben ik begonnen als trainee bij de gemeente Amsterdam. Het leuke aan het werken binnen het publiek domein is dat je iets voor de samenleving kan betekenen. Dus vandaar was het ook voor mij een bewuste keus om na mijn studie voor het publiek domein te kiezen. Concreet houd ik me bezig met brede scope van control. Dat houdt in dat je de processen van de planning en controlecyclus monitort. Je kijkt in hoeverre die aansluit op de gebiedscyclus. Ik houd me bezig met risicomanagement, met antifraude aanpak. Dus een breed scala aan controleactiviteiten. Control zijn betekent dat je begint met wat willen we bereiken. De tweede stap is wat gaan we daarvoor doen en de derde stap is van wat mag het kosten. En dat geheel dat omvat mijn functie eigenlijk samengevat. We zijn een politieke organisatie als gemeente en daar zie je ook dat er keuzes gemaakt moeten worden, politieke keuzes. Maar het heeft weer gevolgen voor de ambtelijke uitwerking. Wat doen we nog wel en wat niet? Dus een keuze van laten we een kinderboerderij voortbestaan of niet. En daarin zie je dat terug. Het leuke aan mijn functie is dat het heel breed is. Het is niet alleen maar met centjes, met geld. Dat is wezenlijk een belangrijk onderdeel. Maar het is ook beleid, uitvoering, risico's. Dus een hele brede scala aan werkzaamheden. Wil jij je uitdaging en ervaring en expertise inzetten, kwijt kunnen? Kom bij ons, want vervelen ga je niet.